We staan hier vandaag met Wil van Wijk, omdat hij 50, 55 jaar in het onderwijs zit. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel en fijn dat jullie hier zijn. Gaat u dit nog uitgebreid vieren? Nou, het is al uitgebreid gevierd. Vorige week dinsdag met uh, de collega's en de directie. En ook de grote man van, de, van het Raad van Bestuur, meneer Kant. Uh, en daar ben ik uitgebreid toegesproken door onze directeur. En ook nog door twee wethouders van sport en van onderwijs, mevrouw Van Aken en de heer Minas. En wat ik heel erg leuk vond, de toespraak van onze burgemeester. En dat heb ik zeer op prijs gesteld. En natuurlijk de aanwezigheid van velen die mij een, het, met mij het glas hebben geheven. En wat is het geheim van al, van dat u al 55 jaar lesgeeft? Het geheim is dat. Als je dingen doet die je leuk vindt, je het eigenlijk geen werken wil, kan noemen. Ik heb het altijd als erg plezierig ervaren om bij het onderwijs te werken en dat plezier maakt het zo leuk en maakt, zorgt er ook voor dat je het zo lang kunt volhouden. Ik ben begonnen op het Groen van Prins Lyceum. En van het Groen van Prins Lyceum naar de Kweekschool. Het was nog de Kweekschool destijds. En toen werd ik op 8 juni 1964 begonnen op de Prinses Mariake School. En uh, daar had ik ook mijn, mijn broertje in de klas, wat best wel grappig was, want hij nou ja, zegt, oh, wil, wat moet ik nou zeggen in de klas? Nou, in de klas zeg je gewoon meeste van weg. en als je thuis bent mag je gewoon wil zeggen. Nou, dat hebben we volgehouden. Ja. En toen uh, naar de Wilhelmina school, ook inmiddels uh, opgegeven, uh, naar de Prinses Margriet school in Rotterdam. En toen kwam ik terecht bij het VGLO, VGLO Voortzet Lager Onderwijs, op het Oude Kerkhof. Daar kreeg ik de groepen 6 en 7, of 7 en 8. En daar werd ik eigenlijk weggeplukt door het bestuur van de Christelijke Schoolvereniging. Die kwamen bij mij achter in de klas zitten. en zei die, meneer Van Wijk: zou u zo vind ik willen zijn om te solliciteren naar de functie van hoofd van de school? Hoofd van de Prinses Julianenschok. Ik zei: Nou, dat wil ik wel proberen. Nou, dat heb ik daar 26 jaar volgehouden aan de oost En vervolgens ben ik hier op de, deze school terechtgekomen, het Life College. Ook weer in dezelfde week, want ik had toen veel kinderen van de parallelle weg in mijn klas. En nu werk ik op de para parallelle weg. Wat heeft u in de loop van de jaren zien veranderen qua lesgeven? Qua lesgeven heb ik zien veranderen dat er. Uh, hè, vroeger kwam je de klas binnen, ging je met je armen over elkaar zitten en je had maar te doen wat de meester of de juffer zei. En nu is er veel meer interactief bezig zijn. En dat maakt het gewoon zo boeiend dat je een, een, een tweespraak kunt aangaan met de leerlingen. En op die manier ze op een dusdanige manier kan motiveren dat ze het allemaal leuk gaan vinden. En ik zelf ook, uiteraard. En uh, ja, als je een vak leuk viert en die staat met een stralende glimlach voor de klas, ja, dat slaat dan ook over op de leerlingen. Die vinden het ook leuk om les te krijgen op deze manier. Het Toepassen van verschillende werkvormen. Ik loop wel soms wel als Polonaise om de Engels onregelmatige werkwoorden erin te stampen. En we zingen in de klas en ze zullen dan zeggen, nou even staan, even bewegen en daarna gaan we weer rustig verder. En ja, werken in groepen met verschillende, gedif met, met gedifferentieerde op opdrachten. Nou, dat werkt ontzettend plezierig. Het is niet meer zo star en strak, arm over elkaar en allemaal tegelijk schrijven. Nee, gewoon euh, lekker met elkaar bezig zijn en lekker met elkaar werken. En het resultaat is dat iedereen, alle leerlingen van mij geslaagd zijn dit jaar. En ja, dat is erg plezierig. Het leukste aan lesgeven is niet het lesgeven op zich, maar de resultaten die je mee boekt. Hè, als je merkt dat kinderen het gezellig hebben gevonden, ze lekker hebben gewerkt. Dat, is, dat geeft dan een enorme kick. En uh, dat maakt het voor de leerlingen... Aantrekkelijk. Die zitten niet constant op de horloge te kijken. Misschien doen ze dat wel eens een keer of op hun uh, telefoontje, natuurlijk. Uh, van uh, hoe lang duurt deze les? Toch nee, ze vragen ze nu: Oh, god, is die nou al afgelopen? Ja, en dan heb ik het goed gedaan. En wilt u nog lang blijven lesgeven? Nou, ik stop. Ik ben 76, dus ik denk dat ik nu langzamerhand wel mijn pensioen kan. En uh, nou ja, het is een mooi einde dit jaar met de uh, vier examenklassen die ik Engels en Nederlands heb mogen geven. En al die leerlingen zijn geslaagd. Nou, dat is toch eigenlijk: ja, je stopt op je hoogtepunt. Nou, ik vind dit een hoogtepunt, dus kan ik stoppen. Wat ik de jongeren wil meegeven is uh, doe dingen die je leuk vindt en soms zijn ze niet leuk maar steek er dan wat in. Niet alles komt je aangevlogen en soms moet je er best wat moeite voor doen. Nou soms moet je je dan voor mannen of voor vrouwen of voor mensen welk woord je ook wel uh, toepassen en als je dat doet soms wat meer inspanning verrichten en uh, zorg ervoor dat je dan je werk doet en dan komt het allemaal goed.